Best even of je opneemt? Ja, volgens mij neemt hij op. Staat er een lampje op of niet? Ja, maar kijk even op. Spoel eens terug en doet hij het. Ja, maar anders geeft hij wel een foutmelding hoor. Ja, hij loopt ook. 60 minuten. Oké. Okay. Je kan weer, Carla. Kan ik weer. Vol HD. Ook nog. Goed niet. Goed. Dames en heren. Afdeling technische ondersteuning. Heeft weer een nieuwe camera-opstelling gereed gemaakt. En dat zal natuurlijk gebeuren, hè? Bedoel, je moet je bedrijf doen. Je bent bezig met het uitvoeren van je diensten, in dit geval het verzorgen van een les. De continuïteit van je les komt in gevaar, want je bent afhankelijk van IT, techniek en van beheerders. En je verwacht natuurlijk altijd dat die five serving men, oftewel wat, waar, wanneer, waarmee en wie, dat die dat allemaal geregeld hebben. En op het moment, vooral deze is altijd erg interessant, hè? En die. Je verwacht er op zijn minst een plan B. Het duurde even, maar plan B is uiteindelijk in werking gesteld. En dan is natuurlijk de vraag, we hebben nu die vijf W's gezien, die five serving men. Voor wie doe je het allemaal? Nou, dat weten we voor iedereen, maar waarom? Waarom? Nou, dan kan je twee indelen, of een indeling in tweeën maken. Direct en indirect. Eerst even de directe. Dit is een hele ingewikkelde. Bedrijf. Een bedrijf of een organisatie stelt zich doelen, taken. En om die doelen te bereiken moet je processen uitvoeren en daar zitten activiteiten in. En om die activiteiten te kunnen verrichten moet je resources inzetten en daarvoor moet je dus opofferingen doen. Want als je resources inzet, kan je niet ergens anders voor inzetten. En we hebben net gezien dat al die activiteiten die een bedrijf doet, dat die steunen op informatie. En dat die informatie niet langer meer alleen maar analoog op papier beschikbaar is, maar merendeels, zo niet bijna alleen, voortkomt uit computersystemen waar je informatietechnologie inzet, waardoor die informatie elektronisch opgeslagen, verwerkt, gebruikt, weggegooid enzovoort kan worden. Een baas van een bedrijf is maar in één ding geïnteresseerd. Als ik activiteiten verricht en ik moet daar hulpbronnen voor inzetten, hoe efficiënt doe ik dat dan? Oftewel, hoeveel kost het me ten opzichte van wat het me oplevert? En als het gaat om je activiteiten ten opzichte van je doelen, hoe effectief ben ik bezig? Oftewel, bereik ik de doelen die ik me gesteld heb op een zo goed mogelijke manier? Dus een manager of een directeur zal vooral denken in effectiviteit en efficiëntie. Die denkt vooral met zijn rechte bilspier, aangezien daar zijn portemonnee zit. En de portemonnee is wat een directeur of een eigenaar of een manager van een organisatie doet lopen. Die portemonnee moet zo goed en zo snel mogelijk gevuld worden. Maar het pijnpunt zit hem hierin. Al die activiteiten die die manager graag uitgevoerd wil zien, heeft informatie nodig en die leunt weer op informatietechnologie. Dat betekent dat we zowel de koppeling tussen informatie en activiteiten moeten voorzien van de bekende CIA Triad en dat we dat ook moeten doen voor onze informatietechnologie. Jullie weten als het goed is al wat de CIA is, behalve de Central Intelligence Organisatie van Amerika, toch? De C staat voor confidentiality en de I staat voor integrity en de E staat voor availability. Confidentiality, integrity, availability. In het Nederlands kom je hem ook tegen, alleen zeggen hebben we het dan niet over CIA, maar dan hebben we het over BIF. Bedrijven kunnen geclassificeerd worden naar aanleiding of op basis van hun BIF-code. Waar zou die B voor kunnen staan? Beschikbaarheid. Kijk, nou de I is een inkoppertje. Integriteit. En de V staat dan voor? Vertrouwelijkheid. Vertrouwelijkheid.
Ja, dus zoals we in het Engels keurig de CIA hebben, hebben we in het Nederlands dat doorvertaald naar BIF. Dus kom je in artikelen of boeken BIF tegen de BIF-code, dan bedoelen ze daarmee het niveau van je beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Sorry. Dat is lastig met het Engels en het Nederlands. Dus je ziet... Oh. Je ziet, zonder informatie, no activities, maar informatie kan niet zonder IT. Dat is de directe relatie, waarom we informatie security moeten doen. Zodat een manager op een willekeurig moment als het ware de thermometer in zijn bedrijf kan steken om te weten hoe die er qua effectiviteit en efficiëntie voor staat. Indirect is het cruciaal dat we aan informatiebeveiliging doen, want die assets die moeten beschermd worden. Want als er iets misgaat met je informatie, loop je als bedrijf grote risico's. Dat kan zijn ten opzichte van je concurrenten. De kasstromen, het geld dat je in kas hebt, kan nadelig beïnvloed worden. De winstgevendheid, de continuïteit van je dienstverlening. En oh wee, als je door verlies of inbreuken op je informatie in strijd bent met de wet en regelgeving, dan staan je allerlei enge dingen te wachten. En als je iets eens overkomt, dan loop je ook nog het risico dat het imago van je bedrijf keldert. En als imago aangetast wordt, dan loop je dus een groot risico dat je klanten zeggen, doei, voor jou heb ik er wel een ander. Dus we weten nu wat informatiebeveiliging is. Assetbescherming, informatie beschermen dus tegen allerlei bedreigingen. We weten waar het is, overal, wanneer je het moet doen, altijd. Voor wie je het doet, voor iedereen, waarmee je het doet. Met een hele batterij maatregelen die allemaal onder die paraplu te rangschikken zijn. En waarom? Voor het bestaan. Maar ja, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Nou, heel simpel. Als je nou eens probeert alle valkuilen waar andere mensen al ingedonderd zijn voor jou te vermijden. Wat scheelt dan? Leren van de lessen uit het verleden. En als je nou eens voor jezelf als bedrijf een pad uitzet, en dat pad bestaat op zijn minst uit 12 stapstenen waar je rekening mee houdt. Nou, ik laat ze hier even zien. Ik ga kort op al die 12 stapstenen, kom ik even terug. There's no such thing as absolute security. Nee, Murphy zit overal. Hebben we net gezien. Nee, bandje vol. Geen reserve. En dan is het niet Murphy's Law, maar in dit geval was het Elmer's Law. Jullie kennen Murphy? Ja, die ligt altijd op de loer, hè? Denk je dat je batterij van je laptop vol is? Wil je je laptop weer opladen? Shit! Adapter thuis laten liggen. Murphy doet het altijd. En als niemand het gedaan heeft en je kan geen persoon aanwijzen, dan zeg je maar, ja, dat is de wet van Murphy. Shit happens. We kennen hem al, de CIA-driehoek. Hou rekening met die drie doelen die je gebruikt om beveiliging te realiseren. Confidentiality, oké. De eigenschap dat informatie niet beschikbaar gemaakt wordt of ontsloten wordt aan mensen, entiteiten of processen die daartoe niet gerechtigd zijn. Dus je moet zorgen dat onbevoegden met hun tengels afblijven van jouw informatie. Integriteit, dat is een eigenschap waarbij je moet zorgen dat je asset, in dit geval informatie, compleet is, compleet blijft en accuraat is. Het moet wel een correcte afspiegeling zijn van wat er in de wereld of in jouw bedrijf gebeurt. En de beschikbaarheid, oftewel de availability, het moet ook
benaderbaar en bruikbaar zijn op het moment dat iemand het nodig heeft. En die iemand moet ook dan nog gerechtigd zijn om met zijn tengels eraan te zitten. Nou, dat simpeler kan het bijna niet. Gebruik een meerlaagstrategie. Defense in depth. Layered. Gelaagd. Dat betekent dat als je zou kijken dat normaal gesproken begin je altijd als informaticus te denken vanuit de harde spullen. Hè? Hardware, software, netwerk en alles, de bekabeling en de toeltjes die erop draaien. Daarboven heb je dan de procedures om veilig met je systeem om te kunnen gaan. Daarnaast heb je dan nog een aantal policies, richtlijnen om op een acceptabele manier met de informatie om te gaan. En uiteindelijk hoop je dat hoog in de boom je ondersteuning en begeleiding krijgt van het hogere management. Het is een tired situatie. Dus op het moment dat de hoogste laag, dat je geen geld en ondersteuning en of commitment krijgt van de directie, dan heeft de rest ook niet veel zin, zeker als je een negatief voorbeeld krijgt van de directie. Computers. Je komt nog heel veel bedrijven tegen dat als je een gesprek hebt met de directeur of de manager, dat hij een verrassend leeg bureau heeft op wat papieren na. Vooral de generatie 40 plus is nog niet zo bedreven dat ze alom tablets, laptops of wat iets meer zijn gebruiken. Of ze hebben een oude bak, zoiets als hier staat, op het bureau staan. Maar die zit onder het stof, wordt niet gebruikt. Daarvoor hebben ze in de kamer voor hun directiekamer vaak de secretaresse zitten die al het werk doet met de pc of wat iets meer. Jongere generaties, dus de zeg maar de 25 plus managers, die hebben hun hele bureau juist vol liggen met allerlei leuke gadgets. Die zijn bijna gekluisterd aan hun apparaat dat ze constant in hun hand hebben, aan hun oor houden en waar ze op zitten te turen. Beide culturen, beide varianten kun je in één organisatie tegenkomen. Dus je moet als informaticus er altijd rekening mee houden dat als jij iets wil bereiken op het gebied van security, dat je eerst die toplaag mee moet zien te krijgen. Die zien vaak nut en noodzaak van beveiliging niet, want het kost geld. En wat levert het mij op? Ja, nog meer ongemak. Als je kijkt naar de hardwarekant, dan zie je dat hier ook allerlei beschermings- beveiligingsmaatregelen mogelijk zijn. Tot op, afhankelijk van hoe je het doet, kun je dat in ringen zien. Maar een beveiliging is nooit 100% waterdicht. Dus ook nooit 100% foolproof. Er is altijd wel ergens een plekje in je complete IT-infrastructuur, als het niet meerdere plekken zijn, waardoor je binnen kan komen in het systeem en dus bij je meest vitale asset je informatie kunt komen. Dus zorg dat je een gelaagde beveiliging opzet. Want mensen blijven de zwakste schakel. Misschien heb je het programma wel eens gezien op de BBC, The Weakest Link, met Anne Robinson. Dat altijd zo, you are the weakest link, bye. Struisvogelpolitiek. En op het moment dat je dit doet, heb je toch iets niet goed gedaan. Als bedrijf. We omzeilen de beveiliging wel even. Is er nog iemand in het gezelschap die misschien ooit van de drie ootjes gehoord heeft van de brandweer? Onachtzaamheid, onwetendheid, onvoorzichtigheid. Nou, dat is heel lang geleden. Ik denk dat zelfs mijn geachte collega's dat niet meegemaakt hebben. Maar de brandweer had vroeger, ver voordat jullie geboren waren, een campagne met de drie ootjes. En dan kwamen er, dus er is nog een filmpje geloof ik van op internet. Onvoorzichtigheid, onwetendheid, onachtzaamheid. Dus voordat je er erg in hebt, heb je een fikje te pakken. Want een mens is maar een mens. En wij proberen natuurlijk altijd dingen uit. En vooral jonge mensen met een creatieve onderzoekende geest proberen of iets echt zo is als gezegd wordt. En als iets waarvan gezegd wordt dat het dicht is,
is het niets leuker om te proberen te achterhalen of er niet toch ergens een gaatje is waar een muis doorheen kan. Al is het ritueel. De vijfde stapsteen. Als je met security bezig gaat, moet je altijd rekening houden met drie gebieden. Je moet uiteraard organisatorische afspraken, regels en richtlijnen opstellen. Je moet gebruik maken van de beschikbare technologieën bij informatiebeveiliging. En die wisselen dan ook nog regelmatig. Maar je moet vooral rekening houden met de zogenaamde legal en ethical issues. Voordat je het weet ligt je reputatie op straat en kan je het schudden als bedrijf. Denk maar aan de DigiNota. Dus je moet altijd de afweging maken zoals die hier ook staat. Wat zijn de risico's voor de organisatie? Welke verplichtingen zijn wij aangegaan via contracten met allerlei partners? En welke juridische verplichtingen hebben we sowieso al omdat de overheid iets van ons wil? En wat willen wij als organisatie eigenlijk bereiken? Welke principes hanteren wij? Welke doelen? En hoe gaan wij met onze mensen en met onze informatie om? Dat bij elkaar gooien, in een pan, goed roeren. Wachten tot het kookpunt is bereikt en dan, als het goed is, heb je een heerlijk soepie dat ongetwijfeld heet is, maar je hoeft hem niet te eten als hij nog gloeiend heet is. Wat je vooral niet moet doen, is geheimzinnig doen over informatiebeveiliging. Dat is dé uitnodiging voor mensen die iets kwaads in de zin hebben, om achter jouw informatie aan te gaan. Dus overal een politieagent bijzetten, dat heeft echt geen zin. Overal verbodsborden, gevaar, alles achter slot en grendel zetten, tot op het ergste niveau toe, heeft geen zin. Want mensen proberen toch altijd iets meer dan ze kunnen en of mogen. Dus wees er gewoon open over wat je wel hebt en wat je niet hebt, zodat iedereen dat weet. En waar je rekening mee moet houden, is dat steeds vaker de bedreigingen niet van buiten komen, maar van binnenuit de organisatie. De insider threat, dus degene die in jouw organisatie werkzaam is en die niet helemaal naar zijn zin heeft, of geen salarisverhoging gehad heeft, of zelfs een salarisvermindering van zoveel procent als je bij een bepaald IT-bedrijf werkt, die zouden wel eens wat negatief over het bedrijf kunnen gaan denken. En wat is het dan makkelijker om, aangezien je toch toegang hebt tot van alles en nog wat, bepaalde informatie op te zoeken, op een sticky te zetten, voor jezelf te gaan gebruiken en een eigen bedrijfje ermee te gaan oprichten, of eventueel tegen een leuk prijsje te verkopen aan de concurrent. Dus bedrijfsspionage gebeurt op dit moment op bijzonder grote schaal, zonder dat veel mensen daar erg in hebben. En dat zijn vooral bedreigingen van binnenuit. Die zijn zo mogelijk nog erger dan de bedreigingen van buitenaf. Security is risk management. Daar kan ik een heel vak over geven, dus dat ga ik niet doen. Daar ben ik heel kort over. Je hebt risico's op verschillende terreinen, op het gebied van de materialen die je gebruikt, de processen die je doet, de producten die je levert, de financiële situatie waarmee je geconfronteerd wordt, het werk dat je uitvoert en de medewerkers die het moeten doen. Maar vooral, wat heel belangrijk is, is aansprakelijkheid. Dan zit je al heel snel op het gebied van legal, de wettelijke toestanden. Als jij aansprakelijk bent voor iets en je hebt dat risico niet goed ingeschat, dan zou je dat in Nederland in ieder geval een lekkere boete kunnen opleveren. Ben je in Amerika, dan is het afdeling I sue you. En dan kan het wel eens in de miljoenen dollars gaan lopen, zo niet een gigantische gevangenisstraf. Liability, aansprakelijkheid is vooral in Amerika hot.
Want wie kunnen wij nu aansprakelijk stellen voor het feit dat we allemaal opnieuw een DigiD hebben moeten aanvragen omdat een of ander bedrijf het zaakje niet goed voor elkaar had als het gaat om DigiNota? Tja, de overheid. Om je een idee te geven wat je bij risk management allemaal zou moeten doen, is al deze stapjes aflopen en daar invulling aan geven. Als beeld. Trouwens, een heel spannend vakgebied. Risk management wordt veel te weinig aan gedaan. En het moet zich niet alleen beperken tot informatica. Met name ook bij aviation, dus de vliegtuigwereld, wordt heel veel gewerkt met risk management. Om ze zo goed mogelijk te kunnen vliegen met zo min mogelijk kosten en zo min mogelijk ongevallen. En zo min mogelijk brand. En zo min mogelijk brand en zo min mogelijk vieze luchtjes in de cabine. Zo min mogelijk vertraging. Zo goed mogelijk aansluiting van de rust- en werktijden van de crew. Ja, ja. Daar komt nog iets meer bij kijken dan alleen maar het vliegtuig in de lucht houden. Om je een beeld te geven, als je risicomanagement doet, dan ga je risico's classificeren. Groen is dan oké, aanvaardbaar. Rood is, oh jee, absoluut niet aanvaardbaar. Dan moeten we snel iets aan doen. Dus dan kun je leuke matrixjes mee maken. En je gaat in ieder geval kijken naar deze categorieën, je hardware, je software en je data. Ik focus even op de data, want dat is de basis voor je informatie. En wat kan er dan allemaal, wat voor kwetsbaarheden zijn er dan? Nou, data kan vernietigd worden, kan onderschept worden, kan onderbroken worden, kan gemanipuleerd worden, kan aangepast worden en kan op straat gegooid worden terwijl je dat liever niet doet. Kortom, bij data zijn er veel meer risico's dan bij je hardware en bij je software. Ja, nou, dan gooien we toch gewoon alles dicht. Prima. Als je maatregelen wilt treffen, moet je ze in ieder geval zorgen dat je ze op drie gebieden treft. Preventief, detectief en reactief. Oftewel, van tevoren nadenken om te voorkomen dat iets gebeurt. En op het moment dat iets bijna staat te gebeuren, dat je maatregelen hebt die in de gaten hebben dat er iets staat te gebeuren. En als het dan toch goed fout gaat, zo snel mogelijk die maatregelen activeren die helpen om dat wat aan het gebeuren is stop te zetten. En dan het liefst ook nog maatregelen aanvullend om te zorgen dat je het weer kunt opbouwen. Nederland heeft daar voortouw genomen. Dit is de bekende, het was ooit een 9-vlakskubus. Het is inmiddels uitgebreid met nog een vierde laag. Je ziet ze hier. Oh, fijn. Je ziet hier preventief, detectief, reactief of responsief. Maar de correctieve maatregelen die horen hier toch ook echt bij. In het kader van je disaster recovery. Wat als de boel echt helemaal plat gaat? Dan wil je toch niet alleen plan B, maar ook nog een plan C uit de kast kunnen trekken. Hier zie je weer de bekende CIA. Oftewel de business. En hier zie je waar het allemaal om draait. People, process en technology. Dus ik denk vooral aan de technology. Ik denk iets meer aan de people en de process in relatie tot de technology. En zo moet je bij information security ook denken. Ja, hou het wel simpel, hè. Want hoe complexer een situatie is, des te makkelijker is het om door informatiebeveiliging heen te breken. Om je een idee te geven, als je een onderzoek gaat doen, dan focussen de meeste mensen die een onderzoek doen, een computerforensisch onderzoek of een e-discovery onderzoek, naar wat er daadwerkelijk aan de hand is geweest, oftewel welke actie er heeft plaatsgevonden. En eventueel nog wat het doel is, de target is van je actie. Dan wordt er alleen gefocust op het event. Maar dat maakt meestal onderdeel uit van een veel grootscheepser onderdeel, namelijk de totale aanval. En voordat de aanval begint, moet je al in beeld hebben wie je aanvallers kunnen zijn en wat de doelen zijn van een aanvallen. Dus als je naar een incident kijkt, moet je
het hele complexe verhaal van begin tot en met einde eigenlijk onder de loep nemen. En wat vaak gebeurt, is als je achteraf al iets wilt onderzoeken op het gebied van informatiebeveiligingsproblemen, gevallen, incidentjes, dat alleen gefocust wordt op de techniek. Mocht je verder willen kijken dan alleen het technische gedeelte, dan zal ik je daar absoluut meer over vertellen in het keuzevak Electronic Discovery. Want dan kijken we namelijk naar het hele plaatje. En als je zelf een keer zo'n heel toedrachtsonderzoek van begin tot en met eind wilt doen, dan ben je van harte welkom vanaf september in de deeltijd Minor e-Discovery. Die we vanwege de collegeavondwijziging op de donderdagavond gaan doen. Dan zijn alle colleges. Oké. Het is ook altijd een aardige. Vet. Dat werkt niet, hè? Mensen bang maken. Dreigen. Overal camera's ophangen. Goh, hebben ze 2:30 overgeslagen? Dan hangt er geen. Afgezien van wie dan. De meeste lokalen zie je in de hoeken zie je van die leuke lichtjes knipperen. Dan kan de beveiligingspersoon achter de balie kan in de gaten houden wie zich waar ongeveer in het gebouw bevindt. Dus op cruciale plekken, op cruciale gangen zul je ook die camera's zien. En dan heb je zo'n lekker gevoel in je nek van oké, Big Brother is watching me. Dat werkt dus niet, hè, Big Brother. Mensen weten altijd wel manieren te vinden om onder Big Brother uit te komen en dan er een little sister van te maken. Dat is natuurlijk ook een sport. Dus angst creëren helpt niet. Want zelfs een kat kan een leeuw worden. Daar is die. PPP. People, Process and Technology. Dit is het symbooltje ervoor. Een krukkie. Een driepoot. Op het moment dat je in het kader van informatiebeveiliging maar aan één van die poten aandacht besteedt, en het meest voor de hand liggend voor jullie is ongetwijfeld technologie, dat betekent dat die poot langer wordt. En op het moment dat je van een driepoot één poot langer maakt, gaat de boel scheef staan. Zo niet dat die omdondert. Dus op het moment dat je aan één poot gaat werken, moet je tegelijkertijd er rekening mee houden dat je de twee andere overgebleven poten bijtrekt. Geen technologie zonder de bijbehorende processen en de bijbehorende mensen. Je kunt niet mensen veranderen als je niet ook de processen bijstelt en de technologie aanpast. Je kunt geen herinrichting van je bedrijfsprocessen doen als de technologie daarop niet aangepast wordt en de mensen niet meegenomen worden. Het belangrijke voorbeeld is, denk ik, waar jullie zelf ervaring mee hebben, SIS. Ingevoerd als technologiepoot, vergeten dat de processen en de mensen ook mee moesten. En nu zijn ze erachter gekomen dat er toch nog wat bijgeplakt moet worden aan de twee P-pootjes. Wat heel erg belangrijk is als er dan ergens een kwetsbaarheid is ontdekt en er misschien ook al van die kwetsbaarheid gebruik gemaakt is, dat dat bekend gemaakt wordt. Open disclosure. Want dan ben je weer op de hoogte van een nieuwe bedreiging en kun je kijken of die zich in jouw organisatie ook voordoet. En dan kan je daarmee weer een nieuw ontdekt gat dichten. In Nederland hadden we altijd GovCert, die heel erg goed monitorde wat er allemaal op diverse systemen gebeurde. En met name eens in dezelfde tijd dan een technisch bulletin uitgaf met de aanwijzingen die ze gevonden hadden en meteen ook de manieren om zo'n lek te dichten. En elk jaar gaven zij een bericht uit van de stand van zaken op het gebied van informatiebeveiliging en beveiliging in de zin van trendrapporten. Nou, GovCert bestaat officieel nog wel, maar is niet meer een zelfstandige organisatie. Is ondergebracht bij ons Nationale Centrum voor Terrorismebestrijding en aanverwante artikelen. Maar doet nog steeds gigantisch goed werk. En
dit sluit ook aan op de discussie die je vaak hoort van, nou, mag je nou proberen als persoon of als groepje zwakheden in systemen op te sporen en die zwakheden bekend te maken? Ja, waarom niet? Als je in ieder geval dat maar op een correcte, ethisch en juridisch verantwoorde manier doet. Dus vind je in een organisatie een lek, dan is het natuurlijk wel zaak om eerst die organisatie in te lichten voordat je ermee naar buiten gaat. Om allerlei juridische problemen voor jezelf te voorkomen. Dus onlangs hebben jullie misschien het bericht gelezen of gehoord van Henk Krol, die via een kennis van hem wat inloggegevens te pakken had gekregen. Die heeft daar lekker zitten grasduinen in allerlei medische gegevens. En naar eigen zeggen heeft hij wel een paar keer geprobeerd die organisatie te benaderen, maar daar werd niet opgenomen. En toen is hij er maar mee naar buiten gegaan. Ja, dat kan dus even niet. Dus dat uiteindelijk een zaak is geworden en dat hij daar een vermaning, een reprimande met een boete voor heeft gekregen. Prima dat je het doet, maar doe het daarna wel correct. Ja, ja, ik had er toevallig een paar dagen geleden daar een discussie over. Ja. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Als je dus wel in weet te breken in een systeem, bijvoorbeeld DigiD, je weet erin te komen en je hebt daarmee privégegevens gezien. Ja. Kan zo'n instantie jou dan even goed veroordelen? Instantie kan jou nooit veroordelen. Maar zo zeggen, kan je erop berecht worden? Belangrijk is dat je, er is een tweetrapsraket, hè? Ik hoor je zeggen, ingebroken in een systeem van iemand anders. Op het moment dat je inbreekt, dan val je onder het artikel waar dat strafbaar gesteld is, want dan heb je een inbraak gedaan. Oftewel, dat valt onder computergereden breuk. Dus dat is een strafbaar feit, dus daar kun je voor vervolgd worden. Vervolgens ben je binnen, waar je niet binnen had mogen zijn. Daar ben je lekker gaan rondneuzen en je hebt ook nog persoonsgevoelige informatie gevonden. Er is een verschil of je alleen maar binnengedrongen bent en vervolgens weer naar buiten bent gegaan, of dat je na het binnendringen ook nog aanvullende activiteiten hebt gedaan. Dus in die zin, als je die persoonlijke of die gegevens hebt ingezien, heb je alweer een extra strafbaar feit begaan. Dan hangt het er vanaf, wat heb je met die gevonden informatie gedaan? Heb je die ontvreemd? Heb je die eventueel in de openbaarheid gebracht? Dan kan er dus weer een derde strafbaar feit aan toegevoegd worden. Dat is één. Dus het hangt van de activiteiten af welke strafbare feiten allemaal op jou van toepassing zijn. De organisatie die het gemerkt heeft of daarop geattendeerd is, kan twee dingen doen. Oeps, laten we het maar stilhouden, want dat zou weer schadelijk voor onze organisatie kunnen zijn. Dat zie je ook heel veel gebeuren. Of de organisatie kan aangifte doen. Op dat moment moeten ze aangifte doen bij de politie. En dan is er dus sprake van aangifte van een mogelijk strafbaar feit. Dan gaat de politie een onderzoek doen. Dan, stel dat ze weten dat jij het gedaan hebt, of vermoeden dat jij het gedaan hebt, dan word je aangemerkt als verdachte. En dan kom je dus in de hele politionele molen. Maar je bent dus op dit moment tenminste voor één strafbaar feit, zo niet voor drie strafbare feiten verdachte. Maar wat als jij het aan buur doet, zou ik zeggen, om aan te kunnen tonen aan het bedrijf dat jij dus wat lek hebt gevonden? Dat is een beetje de discussie buiten. Ja, nou, dan is het belangrijkste gegeven, je mag niet onbevoegd iets betreden waar verboden toegang op staat. Als nadrukkelijk duidelijk is dat de grenzen die jij aan het overschrijden bent van die organisatie niet overschreden mogen worden, dus er is sprake van een zodanige beveiliging dat je iets moet doorbreken, dan mag je dat dus niet doen, tenzij je vooraf met die organisatie overlegt en met die organisatie overeenkomt dat jij een poging doet om te kijken of je door hun begrenzingen heen kunt gaan. Dan ben je gevrijwaard. Waarbij je er wel rekening mee moet houden dat je dat geheel op papier, zwart op wit zet. Dus een mail of in ieder geval bewijsmiddel hebt achteraf dat jij toestemming hebt gekregen om die verdedigingslinies te mogen doorbreken van die organisatie.
doe je dat op eigen houtje en ga je het gewoon lekker proberen, dan ben jij in feite bezig de grenzen van de wet af te tasten en voordat je de erging hebt, ben je binnen en heb je dus een strafbaar feit begaan. Of je daarvoor veroordeeld wordt, hangt dus helemaal af van de organisatie in kwestie of die wel of niet aangifte doet. En dan nog, dan hangt het weer van de workload van de politie af, of die interesse en zin hebben om dit geval te onderzoeken. En als het een organisatie is van, zonder naam of faam, dan zegt de politie, sorry, niet aantrekkelijk genoeg. Als het een bekende organisatie is, ja, nou ja, dan loop je grote kans dat de politie er wel een onderzoek naar gaat starten. Ja, dus is er geen toestemming, dan ben je goed fout. En of je betrapt wordt, dat hangt er dan vanaf. En of de aangifte gedaan wordt, hangt er ook vanaf. Maar je mag dus niet binnendringen. Wederrechtelijk binnendringen van een woning is dat. Maar dan in computertermen. Daarmee voldoende antwoord op jouw vraag? Ik zou even die zaak van Henk Rol, het Goede Hartziekenhuis, voorleggen. Dat je goed bent van wat er wel niet, wat recent ook gebeurd is. De politicus die nu voor 55 plus actief is. Ja. Alleen als hij houtwerk terug in de gate had, wat weet. Maar die is heel bekend, heel veel op nieuws gekomen, omdat hij dat, die had daarmee te maken. Kreeg een tip van, er staat wat open bij het hartziekenhuis, dus gaan kijken en hij gaat het toch veroordelen. Omdat hij daar niet helemaal correct mee was. Ja, en dat, met name is dit een zaak geworden vanwege twee aspecten. Een zogenaamde BN'er, dus zo gauw je bekende Nederlander bent of een politieke functie uitoefent, vindt de politie het wel zinvol om de zaak verder te onderzoeken. En omdat het een medisch verhaal betrof, dus kijken in medische gegevens, wat ook altijd heel pijnlijk en gevoelig is in Nederland. Dus die twee aspecten zijn in ieder geval hebben bijgedragen aan het feit dat deze zaak geaccepteerd is en uiteindelijk voor de rechter is gekomen en heeft geleid tot een veroordeling. Ja, dat gaat wel grappig als je naar Google. De eerste kop die je ziet is rechtbank geen Henk Krol, pluim en boete. Ja. Aan de ene kant zegt oordeeld, maar de rechtbank heeft gezegd, er heeft op zich niet correct gehandeld. Maar wij zijn, ze zijn, ja in feite, de wet zegt dat u schuldig bent, ja. Maar u heeft wel correct gehandeld door dit. Dat is de situatie, dat kan. Ja, dus in het verleden is er ook zo'n hele actie geweest met een van de voorvechters van persvrijheid en beveiliging van medische gegevens, Karin Spank. Die heeft met een aantal mensen heeft ze een hek laten uitvoeren op met name ziekenhuissystemen. En heeft daar een batterij medische gegevens kunnen bereiken. En die heeft dat ook op een volledig correcte manier gedaan. Dus die krijgt ook een, zij en haar volgelingen hebben een pluim gekregen. Maar dat geeft ook aan hoe lek de meeste informatiesystemen zijn. Dus als je onvoldoende rekening houdt met de gelaagdheid, dus als je aan de buitenkant, het is zoiets als jij een huis hebt of een woning en je laat je voordeur openstaan, dan wordt dat beschouwd als een uitnodiging aan alles en iedereen om bij jou maar de woning binnen te treden. Want je hebt je deur niet dicht. Als je je deur wel dicht hebt, maar niet op slot, en je kan gewoon de klink doen, wat je in veel kleine buurten of in dorpen tegenkomt, dan staat de deur is wel dicht, maar de deur is open. Dat is een halve uitnodiging, want de politie die zegt in het politiekeurmerk, je moet de deur altijd op slot hebben, dus je moet op zijn minst de sleutel omgedraaid hebben. Dat is dan in huidige termen passende beveiliging. Ja, deuren open laten staan doen we niet meer, deuren dicht, maar niet op slot, is eigenlijk ook niet gepast. Je moet op zijn minst wel de deur dicht en op slot hebben. En als het nog erger is en je zit in een buurt waar flink veel inbraken en overvallen plaatsvinden, dan word je toch wel geacht om niet alleen de deur dicht en op slot te doen, maar ook nog een aantal extra sloten op je deur te maken, alle ramen op de begane grond ook nog te voorzien van raamsloten en zo niet de ramen op de hogere verdiepingen. Want als er dan iets fout gaat, is het eerste wat de verzekering roept, heb u het wel goed beveiligd gehad? Ja, kijk, ik heb voldoende aan het politiekeurmerk. Nou, als je dat dan hebt, dan heb je de garantie, dan krijg je in ieder geval een deel van de verzekerde waarde terugbetaald. Ja, dus in die zin, wees alsjeblieft voorzichtig met binnendringen in andermans systemen.
als niet nadrukkelijk de deur open staat en het bordje ernaast staat, u bent welkom. Maar anders is het huisvredebreuk en in computertermen computervredebreuk. Strafbaar. Oké. Okay. 12 stapstenen om aan succes te komen. Maar hoe krijgen we nou die informatie? Security en beveiliging. Hoe gaan we dat bereiken? Of beter gezegd, hoe ga je het niet bereiken? De normale volgorde is to establish, to enforce, to educate. Establish, neerzetten, enforce, afdwingen en dan educate, scholen, onderwijzen. Als je information security wilt neerzetten, is het eerste wat er gebeurt. Nou, laten we maar beleid creëren. We schrijven informatiebeveiligingsbeleid en we maken een informatiebeveiligingsplan. En daaruit vloeien informatiebeveiligingsmaatregelen voort. Die gaan we invoeren. En vervolgens, als die zijn ingevoerd, dan gaan we het afdwingen dat iedereen die maatregelen naleeft. En eens in de zoveel tijd gaan we een audit houden, een informatiebeveiligingsaudit. Want we willen zeker weten dat alles en iedereen compliant is, voldoet aan de opgelegde informatiebeveiligingsmaatregelen. En als dat niet het geval is, dan gaan we eerst iedereen even om de oren slaan. En vervolgens gaan we ze heropvoeden en dan gaan we het bewustzijn proberen wakker te schudden en te verhogen dat er regels en maatregelen zijn die dus door alles en iedereen nageleefd moeten worden. Punt. Dat is de volgorde. En dat is dus echt de foute volgorde. Daarom zeg ik, how not to achieve information security. Je moet het namelijk andersom aanpakken. Je moet bij educate beginnen. Dan bij establish en dan door naar enforce. Hoe dat het geval is, zal ik aan de hand van een paar voorbeelden laten zien. Ik kijk even naar de technische ondersteuning. Is je band alweer bijna vol? Ja, zo'n randjes voor de uur, hè. Dus volgens mij hebben we nog... Zal ik anders voor de zekerheid even een break inlassen? Mag hoor. Zullen we nog even een breakje doen? Voordat wij ons in de drie E's verdienen.